Op doel heb ik gekozen voor Jan Oblak. Ik had eerst David de Gea staan, die met een geweldige redding in de laatste minuut de overwinning voor Manchester United binnensleept. Maar toen zag ik Oblak keepen namens Atletico tegen Real Madrid uit 1-1. Een zeer belangrijk gelijkspel, want dan houden ze Real Madrid op afstand. En Jan Oblak was onpasseerbaar. Nou, op één keer na dan, maar speelde een geweldige wedstrijd. 5-6 ongelofelijke reddingen. En dan ben je terecht in dit elftal. Dan wil ik in de verdediging even Joshua Kimmich uitlichten. Ik heb er lang over nagedacht wie bij dit Bayern München nou de speler is die bij dit seizoen, kampioenseizoen, echt past. En wie daar het gezicht van is. En toen kwam ik op Joshua Kimmich uit. Een jongen die toch de erfenis van Lahm heeft moeten invullen. En doet hij geruisloos. In de Bundesliga qua assist heel belangrijk. Ook een rechtsback die zich altijd aanvallend weet in te schakelen. Met Arjen Robben een twee-eenheid vormt. Joshua Kimmich is de komende jaren de vaste rechtsback van Bayern München en het Duitse elftal. En we zullen over 10 jaar concluderen dat hij zoveel wedstrijden heeft gespeeld. Zoveel assists heeft gegeven. En we het eigenlijk niet doorgehad. En dat is zo'n speler moet je eigenlijk wel hebben als kampioensploeg. Een topspeler. Een geweldig middenveld. Eriksen, Messi, Dybala en Pogba. Pogba ligt ik er even uit. Ik was erg geschrokken van de eerste helft en met name van Paul Pogba. Op een gegeven moment dacht ik, is hij nog wel een voetballer? Is het geen basketballer geworden? En ook zijn manier van lopen stond me niet aan en hij was overal te laat. En rijp voor een wissel dacht ik ook. Maar toch heeft Mourinho hem in de rust aangepakt en gezegd, de tweede helft ga jij het doen. Jij moet het verschil maken, jij hebt het talent. En dat denk ik ook altijd, want hij kan geweldig voetballen. Alleen er staat een soort, ik heb er eigenlijk geen zin in, mentaliteit vanuit. En ik vond ook de woorden van Guardiola die zei, hij is aangeboden bij Manchester City. Dat raakt hem wel, want hij speelde met een blauwe hanenkam. En dan pakt hij het in de tweede helft toch op en laat hij zien wat hij kan. En waarom hij ook bij de Franse nationale ploeg altijd speelt. En in de tweede helft was hij de man die het verschil maakte. En liet hij even zien waarom hij een klein 105 miljoen euro waard is. Maar Paul Pogba moet het wel wekelijks gaan laten zien. Want ik kan wel begrijpen waarom hij door Mourinho ook een aantal keer uit de basis is gelaten. En op basis van die eerste helft had ik als trainer denk ik gezegd wisselen jongen. Dan de Nederlands gekleurde aanval. Met terecht Memphis erbij natuurlijk. 4 assists en een doelpunt. En ook een hoofdrol voor Quincy Promes. Topscorer van de Russische competitie. Ook de man die bovenaan staat in het assistklassement van de Russische competitie. Hij is de man daar, de voetballer van het jaar. En iemand die bij Spartak Moskou bijna elke week de uitblinker is. Nu, dit keer in de eerste helft met 3 doelpunten. Waarvan de tweede echt een pareltje was. Prachtig afstandsschot. En ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen in een serieuzere competitie. Dan wil ik mij niet zeggen dat de Russische competitie niets voorstelt. Maar ik wil hem heel graag op een groter toneel zien. Bijvoorbeeld in Frankrijk waar Memphis speelt. Of in Engeland. Of in Spanje van mijn part. Maar Quincy Promes verdient een groter podium.